Weet je wie een hele goede onafhankelijke bottelaar is? Cooper's Choice. Ze maken zulke mooie dingen en ze bottelen hele mooie single malts, maar ook single grains. Wil je er iets meer over weten? Blijf maar even hangen. Zo, daar was ik weer. Daar was ik weer met eentje van Cooper's Choice. En ik breng hem dicht bij de camera. Cooper's Choice. Het is een Invergordon. Invergordon single grain. Nou, single grain is on the up and up. Er zijn steeds meer mensen die daarvan houden. Dit is een single grain van Invergordon. Invergordon ligt boven Inverness. En single grains zijn sowieso vaak heel mooi kokosachtig, rond, zoetig. Er zijn 360 flessen voor deze. Hij is 47,8% alcohol. En weet je wat hem mooi maakt? Kijk maar even. Kijk maar even. Hij heeft gerijpt op een Marsala kask. Marsala. Een hele mooie zoete wijnsoort. Een versterkte wijnsoort. Hij is nu te koop. Maar hij wordt vaak snel opgekocht. Dus bestel hem bij de Betere Slijter. En ik hou nu op om uit te leggen wat de Betere Slijter is. Want dat moet je nu wel weten. En tot de volgende keer. Invergordon Marsala. Ik maak hem niet open om te proeven, om voor te proeven. Want hij is veel en veelste gelimiteerd daarvoor. Ik ga dat niet meer doen. Ga hem halen. En je zou verrast zijn over deze hele mooie whisky, single grain, op de prijs. Hoe ontzettend het meevalt. Tot de volgende keer. Slantje va!